Jullie zijn in potentie supermachtig. Wij mannen, wij adoreren jullie. Wij vinden jullie geweldig. Wij vinden jullie fantastisch met jullie vagina's. Nemen wij dat hele karakter op de koop toe? Ja. Ja, dat is zo. Dat is de situatie. Hoe heet jij? Wilma? Wilma. 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 Ja. Wilma. Wilma. Ik hoop dat je het een beetje kan plaatsen. En duid het mij niet euvel. Ik meen het uit de grond van mijn hart. Maar Wilma, je hebt een geweldige vagina. Maar dat geldt ook voor jou. En dat geldt ook voor jou. En dat geldt ook voor jou. Alle vrouwen hier aanwezig hebben een fantastische vagina. Het is zo. Ik weet, veel vrouwen zijn onzeker over hun vagina. Dat is absoluut niet nodig. Laat dat los. Ik spreek veel mannen. Ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen. Het is zo, ik kan niets. Het is zo, ik kan niets. Ik kan niets negatiefs bedenken over de vagina. Niets. Nou. Nee. Nee, echt niet. Tuurlijk. Kijk, hè, bedoel, op detailniveau. Hè, als ik zeg maar helemaal. Als ik, hè, de onderkant van de vrouw helemaal zou mogen customizen. Als ik het helemaal zelf, hè, zou mogen samenstellen. Weet je dan. Maar dat is heel persoonlijk. Dit is echt detailniveau. Dit is. Maar dan vind ik wel, als ik heel eerlijk ben, vind ik wel dat bij vrouwen dat de anus en de vagina net iets te dicht bij elkaar zit. Ja? Is in een goed restaurant ook nooit, hè? Dat de keuken en de toiletten pal naast elkaar. Dat zo, hebben we nooit zo, hè? Snap je? Zo, nooit zo, snap je? Nee, ja. Zo. Dat is mooi. Kun je van mannen zeggen wat je wil. Hè? Maar dat is het mooie van de constructie van de man. Is dat bij de man tussen de penis en de anus zit een, hè, balzak. Als een soort, hè, natuurlijke, hè, buffer. Als een soort, hè, soort afscheiding. Maar ja, vrouwen die hebben... Ja, die hebben wel afscheiding. Maar... Wat is dit? Sorry. Oh. Punt. Zo, die Brexit, daar heb ik het laatste woord nog niet over gesproken. Ja, het is mijn eigen schuld. Ik ga er maar over door. Het is zo die vagina. Maar ja, het is ook fantastisch. Ik ben er ook vol van. Ik vind ook alles geweldig aan de vagina. Ik vind de geur vind ik fantastisch. Het ruikt lekker. Je kan er leuke geluidjes mee maken. Leuke geluidjes. Dat, Kunnen we even volwassen doen, mensen? Mijn naam is Theo Maas, ik ben 53 jaar oud.